Als overheidsfunctionarissen zelf de regels en wetten aan hun laars lappen die zij anderen opleggen, kan ik me daar behoorlijk over opwinden. Maar er is vrijwel niets waar mijn rechtsgevoel zo door wordt aangetast als door politiefunctionarissen die volstrekt onschuldige burgers de schuld willen geven van hun eigen misdragingen en om dat doel te bereiken liegen, bedriegen en manipuleren. Goedenavond, welkom bij het programma dat onderzoekt, ontmaskert, aanklaagt, verdedigt en vanavond een schokkend staaltje laat zien van een politieman die een bijna fatale beoordelingsfout maakte en omdat de verdoezelen zich gedroeg als een corrupte rechercheur uit een B-film. Dit met de bedoeling zijn slachtoffer, de Schiedammer Robert Fakkers, te laten opdraaien voor zijn fouten. Maar met dit verschil dat zelfs in een B-film het recht uiteindelijk meestal zegeviert en dat het nog maar zeer de vraag is of dat in dit drama ook het geval zal zijn. Want als je het tegen de politie wilt opnemen, moet je over veel geduld en incasseringsvermogen beschikken. Kijkt u naar een true crime productie van onze hand, waarin niets is wat het aanvankelijk lijkt. Met een onschuldige Nederlandse student in de hoofdrol en een Italiaanse politieman als bad cop. Dit is Rimini, Noord-Italië. Een middelgrote badplaats aan de Adriatische kust. In de zomermaanden wordt de populaire stad overspoeld met toeristen, waaronder veel jongelui. Die komen voor een low-budget vakantie en zich dan installeren op een van de vele goedkope campings of hotelletjes langs de kust. Op het terras van een appartementencomplex boven de populaire discotheek The Blow-Up wemelt het van de carabinieri, leden van de militaire politie met politie- en recherchetaken. Ze zijn gealarmeerd door Massimo de Chiara, een 30-jarige collega carabiniere die het appartement bewoont, samen met zijn vriendin Simona. De Chiara werkt al 6 jaar voor de recherche in de stad en is een bekende verschijning in Rimini. En nu, op deze warme zomernacht, zijn de rollen omgedraaid. De carabiniere is nu niet de onderzoeker van een misdrijf, maar slachtoffer. Hij heeft net de alarmcentrale gebeld met de mededeling dat hij op iemand heeft geschoten die op het punt stond om in zijn woning in te breken en die hem bedreigde. De inbreker lijkt niet al te ernstig gewond, want nergens is bloed te zien. Hij lijkt bij bewustzijn en hij beweegt nog een beetje met zijn bovenlichaam. Toch reageert de neergeschoten man niet op het bevel van een van de carabinieri om op te staan. Simona is vreselijk overstuur en ook Massimo de Chiara is duidelijk onder de indruk van het voorval dat zich op zijn terras heeft afgespeeld. Pas nadat de gewonde is afgevoerd, legt hij tegenover zijn collega's, met een aantal is hij ook bevriend, zijn eerste verklaring af over wat er is gebeurd. De rechercheur zit televisie te kijken in de eetkamer als hij een klap hoort op het rolluik. Zijn vriendin is op dat moment in de badkamer van het appartement, zo vertelt de carabiniere. Hij hoort ook geluiden uit de richting van het terras en heeft de indruk dat er iemand probeert in te breken. Rimini heeft op dat moment veel last van inbrekers, vaak illegale vluchtelingen. Geschrokken loopt hij daarom naar de slaapkamer en pakt daar zijn dienstwapen, een Beretta dat binnen handbereik ligt. Als hij vervolgens het rolluik opent, ziet hij nog net iemand wegrennen. 4 meter verderop staat een tweede man die zijn richting op komt lopen. Zo verklaart de Chiara. De rechercheur stapt het terras op, maakt duidelijk wie hij is en maant de onbekende tot 2 keer toe halt te houden. Maar de belager stopt niet en als de Chiara ziet dat hij een pistool in zijn rechterhand heeft waarmee hij dreigt, ziet de politieman maar 1 uitweg. Hij richt op de inbreker en haalt de trekker van zijn dienstwapen over. Aldus de verklaring van de Chiara. Volgens Massimo de Chiara komt zijn vriendin Simona uit de badkamer gerend
als ze het schot hoort. En op zijn verzoek belt ze meteen 112. Simona is echter zo overstuur dat ze niet kan praten. En het is uiteindelijk de Chiara zelf die de hulpdiensten waarschuwt. Na dit verhaal van de Chiara gaan de carabinieri meteen op zoek naar het wapen waarmee een collega is bedreigd door de inbreker. Tot hun verbazing kunnen ze het wapen niet vinden, terwijl het niet ver kan zijn omdat de belager immers ter plekke is neergeschoten. Ook van de tweede man, die volgens de Chiara was weggerend, is geen spoor meer te bekennen. Terwijl zijn collega's elders op het terras rondsnuffelen, is het uiteindelijk de Chiara zelf die het wapen van de inbreker vindt in een oude badkuip die dienst doet als plantenbak. Het is een alarmpistool. In plaats van te wachten op de forensische recherche, vist de Chiara het wapen zelf uit de badkuip. Het gaat van hand totdat een van de carabinieri het in zijn jaszak stopt. De man die wilde inbreken en voor het appartement van de Italiaanse rechercheur is neergeschoten, is de Nederlandse toerist Robert Fakkers, die hier met 3 vrienden op vakantie is. Ze zijn pas luttele uren voor het incident in Rimini aangekomen. Fakkers wordt per ambulance afgevoerd naar de plaatselijke eerste hulppost. Aanvankelijk denkt men nog dat het allemaal wel meevalt. Maar niets is minder waar. De verwondingen zijn dusdanig ernstig dat hij direct wordt overgebracht naar het universitaire hospitaal hier in Bologna. En daar ondergaat de Nederlandse toerist een 8 uur durende, levensreddende operatie. De ochtend na de schietpartij opent de dan 21-jarige Robert Fakkers uit Rijswijk zijn ogen in het universitaire ziekenhuis van Bologna. Aan zijn bed zit zijn moeder, die ook in Italië op vakantie was en hals over kop naar Bologna is gekomen. Massimo de Chiara heeft 1 keer de trekker overgehaald, maar de schade die dat ene schot heeft aangericht is desastreus. De kogel is via de rechterkant van zijn borstkas naar beneden gegaan en heeft zijn wervelkolom geraakt. Fakkers heeft een zenuwbeschadiging opgelopen en is vrijwel meteen na het schot verlamd geraakt aan zijn beide benen. De mislukte poging tot inbraak komt Fakkers dus duur te staan. De kogel heeft ook zijn lever gescheurd en zijn buikvlies beschadigd. De hersteloperatie is goed verlopen en hij is buiten levensgevaar. Maar de Nederlander is verward, leidt helse pijnen en weet nog niet eens dat hij nooit meer zal kunnen lopen. Terwijl Fakkers in Bologna ligt bij te komen van zijn zware verwondingen, doet Massimo de Chiara in Rimini officiële aangifte van de gewapende poging tot inbraak door de Nederlander. De carabiniere verklaart dan wederom dat hij heeft geschoten uit zelfverdediging. Eigenlijk een vrij simpele zaak dus. Als Fakkers de dag na de schietpartij op de intensive care bij ligt te komen en zijn eerste woorden spreekt als hij wakker wordt uit zijn narcose, is niet alleen zijn moeder aan zijn ziekbed aanwezig. Er is ook hoog bezoek. De Italiaanse officier van justitie Paola Bonetti is er, samen met een rechercheur en ook een tolk om Robert te verhoren. De Italiaanse autoriteiten nemen de zaak dus hoog op, net als de media. Want de Italiaanse kranten maken groots melding van het schietincident. Carabinieri ontdekten een dief op het balkon en losten schot, meldt deze kop. En ze waren met z'n tweeën. Ik was bang, citeert een andere krant de aangeslagen politieman. Ook de regionale televisie doet verslag. Per la cronaca finita nel dramma, la vacanza a Rimini di un giovane studente universitario olandese. Un carabiniere lo ha trovato sul terrazzo di casa e gli ha sparato un colpo di pistola all'addome. Il colpo sarebbe partito poco dopo che il militare aveva intimato l'alt più volte senza ottenere risposta. Le ipotesi di reato al momento sono di tentata rapina per il ragazzo, che a quanto pare era armato di una scacciacani, e di lesioni volontarie per il carabiniere, sempre che non gli venga riconosciuta la legittima difesa. Naast blijvende invaliditeit hangt Fakkers bij een schuldigverklaring aan een gewapende poging tot inbraak ook nog eens
jarenlange gevangenisstraf boven het hoofd. Het verhaal van de Italiaanse politieman klinkt misschien geloofwaardig. Maar als het rechercheteam alle feiten en omstandigheden nog eens tegen het licht houdt, fronst men toch op bepaalde punten de wenkbrauwen. En ook de eerste woorden van Robert als hij uit de narcose bijkomt. En het verhaal van zijn drie vrienden hier doen bij de recherche de nodige twijfel rijzen over de door de politieman geschetste gang van zaken. Het verhaal van de vier Nederlandse vrienden begint hier op deze camping aan de rand van Rimini op 24 juli 2000. Zo'n 7 uur voor het noodlottige schot. Het is maandag 24 juli 2000, als een club van vier Nederlandse jongens richting Rimini rijdt. Het zijn Robert Vakkers, een 21-jarige student civiele techniek uit Rijswijk, en zijn vrienden Rick, Ruud en Remy. De 20-jarige Rick is tweedejaars psychologie in Kerkrade en zijn plaatsgenoot Ruud van 21 zit daar op de HAO. En Remy van 20 studeert aan de Technische Universiteit in Eindhoven. De vakantiegangers staan niet bekend als losbandig, integendeel. Ze zijn stuk voor stuk toegewijd aan hun studie en ook erg sportief. En hebben geen van allen een strafblad. De vrienden hebben net een week gewandeld in de Oostenrijkse bergen. Maar omdat twee jongens last kregen van blessures, hebben ze hun sportieve trip iets eerder dan gepland afgebroken. Ze zijn nu op de Bonnefoy op weg naar Rimini aan de Italiaanse kust voor een laatste week zon, zee en strand. De jonge knullen verheugen zich op een strandvakantie en slaan hun tenten op camping Italia, net buiten het centrum van Rimini. Nadat we onze tent opgebouwd hadden en wat gegeten, hebben we daar gerelaxed. Borrelen, kaartje leggen en chillen. Gewoon genieten van een vakantie. Na een week bergbeklimmen en was dit het zon-zee-strand deel waar we klaar voor. Het viertal is eigenlijk van plan om te relaxen op de camping, maar ze nemen diezelfde avond toch nog een taxi om uit te gaan. Er is al wat drank genuttigd en de jongens vinden het daarom verstandiger om de auto te laten staan. Van de andere campinggasten hebben ze enthousiaste verhalen gehoord over het bruisende uitgaansleven in Rimini. En de rit gaat dan ook naar een van de populairste disco's van Rimini, de Blow-Up. Het is een kwartier rijden. De discotheek ligt precies onder een appartementencomplex aan de Viale Regina Elena, niet ver van het strand. De populaire uitgaansgelegenheid is afgeladen met feestende tieners en de vier jongens hebben het erg naar hun zin. Tegen een uur of twee meldt Robert dat hij naar de wc moet. Na een uurtje realiseren zijn vrienden zich dat Robert nog steeds niet terug is en gaan Rick, Ruud en Remy op zoek naar hun vriend. Ze doorzoeken alle uithoeken van de disco, maar Robert is in geen velden of wegen meer te bekennen. Om 4 uur 's nachts, als de blow-up dichtgaat, besluiten de ongeruste vrienden dat er niets anders op zit dan maar terug te gaan naar de camping. Wij dachten van, is die onderweg mensen tegengekomen? Waar is die heen? Of is die ergens een meisje tegen het lijf gelopen en staan die ergens buiten samen een beetje te knuffelen? Iets in die trant. Ja, toen, zelfs bij terugkomst op de camping, toen die niet in de tent lag, toen had Ruud, die had wel al echt zoiets van, dit is echt goed mis. En wat gebeurde er toen die ochtend op de camping? Het eerste wat ik me kan herinneren is gewoon dat er zo'n Italiaanse politieagent boven mijn hoofd hangt. Zeg maar, dat je je ogen open doet en dat je een ander hoofd ziet wat je niet kent. En dat je denkt, helemaal perplex, geschrokken en druk gebarend dat we de tent uit moesten. En wat was het verhaal? Wat kwamen ze doen?
Nou, het verhaal was heel duidelijk. We werden vriendelijk toch wel heel dringend verzocht dat we met hun meegingen. We moesten mee, punt. En waarom en hoe en wat, daar kwam alleen uit dat het dus inderdaad iets met Robert te maken had. Maar wat, dat wisten wij niet. Rick, Ruud en Remy zijn op zijn zachtst gezegd nogal overdonderd als ze worden afgevoerd naar de afdeling narcotica en moordzaken van het politiebureau in Rimini. Eén voor één worden ze daar gehoord in de werkkamer van de hoofdinspecteur door opgewonden en opzichtig gewapende politiemannen. Bij de verhoren is ook een tolk aanwezig. De jongens, die net als Robert nog nooit met politie en justitie in aanraking zijn geweest, hebben het gevoel dat ze in het scenario van een B-film terecht zijn gekomen. Ze snappen niet wat er aan de hand is. De politie vertelt ze alleen dat Robert iets crimineels heeft gedaan. Maar wat dat dan is, dat krijgen ze niet te horen. Justitie heeft door het verhaal van Massimo de Chiara het idee dat Robert en zijn vrienden een soort van inbrekersclubje vormen dat op rooftocht is door Zuid-Europa. Daarom zaagt de recherche de vrienden door over hun motieven om naar Rimini te komen en over de hoeveelheid cash geld die ze bij zich hebben. Ook willen ze weten of de jongens iets met verdovende middelen te maken hebben en misschien wel drugs in hun tenten hebben liggen. Maar de verhoorders zijn vooral geïnteresseerd in de vraag of ze in het bezit zijn van wapens en of ze Robert wel eens met een pistool of revolver hebben zien lopen. In de middag worden Rick, Ruud en Remy compleet van slag door wat ze net hebben meegemaakt teruggestuurd naar de camping. Dat hun vriend zwaar gewond en verlamd in het ziekenhuis ligt, horen ze pas later die dag na telefonisch contact met de ouders van Robert. Wij waren vier gezonde kerels. Wij gingen bergwandelen, feesten. We hadden lekker gespaard voor onze vakantie. Het dak ging eraf. Wij waren on top of the world. Wij konden iedereen en alles aan. Zo groot ben je daarna. Zo groot. Ik was heel blij toen ik mijn eigen ouders kon bellen en zeggen van help. Je weet echt niet waar je het zoeken moet. Voor officier van justitie Paola Bonetti, die destijds de leiding over het onderzoek heeft, is het geen alledaagse zaak. Niet alleen omdat de Chiara iemand uit de eigen gelederen is, ook omdat er bij haar al snel twijfel ontstaat over zijn versie over de schietpartij. We spreken Bonetti met onze tolk in haar werkkamer van het Paleis van Justitie in Rimini, waar ze nog altijd werkzaam is als openbaar aanklaagster. Sì, è stato un caso particolare perché era implicato un carabiniere che per me appartiene a dei collaboratori. Per me la polizia e i carabinieri sono persone di cui io mi avvalgo per fare le indagini. Quindi io sono persone in cui devo aver fiducia. Una situazione così mi ha creato difficoltà. È una cosa che non mi aspettavo. E quando mi sono accorta che c'era qualcosa che non tornava, che quindi non era sincero, ho cercato di fare tutti gli accertamenti per appurare i fatti. De twijfel aan de Chiara's lezing ontstaat onder meer omdat Roberts vrienden unaniem hebben verklaard Robert nog nooit met een wapen te hebben gezien. Daarbij is het meenemen van een wapen tijdens een vakantietrip, waarbij je verschillende grensovergangen passeert, natuurlijk ook een uitermate riskante onderneming. En er is nog een punt dat door de jongens in het verhoor is aangedragen dat politie en justitie aan het denken zet. Aan de vrienden is namelijk ook gevraagd of Robert Vakkers links- of rechtshandig is. Rick, Ruud en Remy, die dan nog niet weten wat de relevantie van de vraag is, verklaren los van elkaar dat hun vriend linkshandig is. Ook tijdens het eerste bezoek van justitie aan Vakkers op de ochtend na de schietpartij blijkt dat de autoriteiten er alles aan gelegen is om vast te stellen of Robert links- of rechtshandig is. Officier van justitie Bonetti, die het eerste verhoor van Vakkers afneemt,
terwijl hij nog op de intensive care ligt, reikt hem dan schijnbaar achterloos pen en papier aan met het verzoek zijn naam te noteren. De uitkomst van het trucje en de spontane reactie van Fackers laat er geen twijfel over bestaan. Robert is linkshandig. En daarmee is de eerste tegenstrijdigheid in het relaas van de Chiara een feit. Hij heeft namelijk verklaard dat Fackers het alarmpistool in zijn rechterhand had toen hij de Chiara wilde belagen. Dat is dus zeer onwaarschijnlijk. Iemand die linkshandig is, houdt een pistool niet in zijn rechterhand vast. En er is nog iets wat Bonetti opvalt, en dat zijn de eerste woorden die de gewonde jongen tegen zijn moeder stamelt als hij bijkomt uit zijn narcose en die ze via de tolk te horen had gekregen. Het spijt me, excuses. Ik wilde hem alleen maar de stempel laten zien om de discotheek binnen te gaan, en hij heeft op me geschoten, zegt Robert dan. Deze spontane opmerking van de nog half verdoofde en gedesoriënteerde Fackers en het feit dat hij linkshandig is geven natuurlijk nog geen spijkerhard bewijs voor het vermoeden dat de Chiara liegt. Maar naarmate het onderzoek vordert, duiken er andere aanwijzingen op waaruit blijkt dat het verhaal van de carabiniere op meer punten niet klopt. Een van de zaken die de politie onderzoekt is het wapen waarmee Fackers de Chiara zou hebben bedreigd. Fackers, die inmiddels is gehoord als verdachte, ontkent ten stelligste dat het wapen in zijn bezit was, en zijn vrienden ondersteunen die verklaring. Het is daarom belangrijk de herkomst te herleiden. De technische recherche doet daarbij een verrassende ontdekking. Het blijkt te gaan om een Express 7. Dat is een alarmpistool dat alleen in de jaren 70 is gefabriceerd en de makelij is Italiaans. Het wapen is destijds weliswaar ook buiten Italië verkocht, maar dat is al 30 jaar geleden en het is nu moeilijk verkrijgbaar. Justitie kan dus niet voor 100% uitsluiten dat Fackers dit bijzondere wapen zelf heeft aangeschaft, maar erg voor de hand ligt het niet. Op het wapen worden geen vingerafdrukken van Fackers gevonden en ook niet van de carabinieri die het door hun handen hebben laten gaan. Maar echt ontlastend is dit niet voor de Nederlander, want volgens de forensische onderzoekers komt dat omdat het om een oud wapen gaat met een poreus handvat dat slecht vingerafdrukken vasthoudt. Hoe waarschijnlijk is het dat een jonge Nederlandse vakantieganger, een student in feite nog, de beschikking heeft over zo'n oud, moeilijk te verkrijgen wapen dat bovendien nog van Italiaanse makelij is ook? De onderzoekers geloven niet dat Robert het in Nederland heeft gekocht of tijdens zijn vakantie in Oostenrijk. En natuurlijk had hij het in theorie hier in Rimini op de kop kunnen tikken. Maar ook dat ligt niet voor de hand. Hij was immers pas een paar uur eerder gearriveerd. En dat is niet het enige. Het feit dat de Chiara, die al jarenlang recherchewerk doet, niet meteen heeft geprobeerd om Fackers te ontwapenen, roept vragen op het parket in Rimini. Iemand in zijn positie zou meteen het wapen van zijn aanvaller moeten afpakken, zou je zeggen. Fackers was weliswaar gewond, maar hij bewoog nog met zijn bovenlichaam en was in theorie dus nog in staat om ieder moment op de Chiara te schieten. Daarbij, de Chiara heeft het licht op het terras niet aangedaan, controleerde in het donker de gesteldheid van de indringer en belde toen de noodcentrale. Dit gedrag duidt erop dat hij zich meteen realiseerde dat hij op een ongewapende persoon geschoten heeft, zo meent justitie. Ook vindt justitie het uitermate vreemd dat de Chiara pas nadat Fackers per ambulance is afgevoerd bij zijn collega's melding maakt van het feit dat de inbreker een wapen had en hem daarmee bedreigde. Als politieman is dat normaal gesproken het eerste wat je meldt. En dan is het ook nog eens de Chiara zelf die het wapen vindt in de oude badkuip die als plantenbak wordt gebruikt, net precies op het moment dat zijn collega's de andere kant op kijken. En dat is nou net iets te toevallig, menen de onderzoekers.
En, zo stelt justitie, er staan geen planten op de plek waar het alarmpistool is gevonden. Dus als het wapen er echt al die tijd had gelegen, dan zouden de andere carabinieri het al eerder moeten hebben opgemerkt. Ook omdat de badkuip goed verlicht was door de halogeenverlichting die de Chiara had aangedaan toen zijn collega's ter plaatse kwamen. Bij de politie rijst een vermoeden dat je doorgaans alleen in B-film ziet. Een politieman die stiekem een vuurwapen op de plaats delict neerlegt nadat hij kort daarvoor een ongewapende persoon heeft neergeschoten. Als de verklaringen van de dienders en hulpverleners die op de plaats delict aanwezig waren naast het relaas van de Chiara worden gelegd, wordt hij betrapt op nog een tegenstrijdigheid. De Chiara zegt namelijk dat Vakkers parallel aan de badkuip op de grond viel nadat hij was neergeschoten. Maar zijn collega's en het medisch personeel herinneren het zich anders. Vakkers lag volgens hen in een loodrechte positie ten opzichte van de badkuip. Het lijkt erop dat de Chiara Robert in zijn verklaring een stukje heeft verschoven om de vondst van het wapen in de bloembak aannemelijk te maken. En dan is er de rol van Simona, de vriendin van de Chiara. Hij zegt dat ze voor en na de schietpartij in de badkamer was, iets wat Simona zelf ook beweert, en dat ze dus niets van het schieten zelf heeft meegekregen. Maar wat blijkt? Vakkers heeft vrijwel direct na de schietpartij tegen Bonetti en haar medewerkers verklaard dat hij een man en een vrouw voor de deur heeft zien staan, vlak voordat er op hem werd geschoten. Er is geen enkele aanleiding en ook geen logische reden te bedenken waarom Vakkers de aanwezigheid van de vrouw uit zijn duim zou zuigen. Sterker nog, het is eerder een teken dat Vakkers waarheidsgetrouw verklaart. Want hoe kon hij überhaupt weten dat er een vrouw aanwezig was als hij haar niet echt had gezien? Vakkers had er bovendien geen enkel belang bij om nog een getuige te introduceren, want die kon immers ook tegen hem getuigen. De enige logische verklaring is dat de Chiara zijn vriendin in zijn verklaring in de badkamer situeert om haar als ooggetuige buiten de boeken te houden, zodat ze ook nooit op tegenstrijdigheden betrapt kan worden. Het heeft er dus alle schijn van dat de politieman de Chiara de plaats delict, zijn terras, die nacht heeft gemanipuleerd. Heeft veranderd om er zelf beter van af te komen. Het pistool dat is gevonden, heeft hij waarschijnlijk zelf in die bloembak gelegd. En vervolgens heeft hij gelogen over de plek waar Robert Vakkers op de grond terecht was gekomen om aannemelijk te maken dat dat pistool op die manier in de bloembak terecht was gekomen. Maar als hij de plaatsdelict heeft gemanipuleerd, is de vraag natuurlijk, waarom heeft hij dat gedaan? Wat was het motief? Waarom was dat nodig? En natuurlijk ook, wat deed de Nederlandse toerist Robert Vakkers hier in het holst van de nacht op het balkon van die Italiaanse politieman? Dat zijn de vragen die het rechercheteam moet zien te beantwoorden. Zo langzamerhand ontvouwt zich het scenario dat de Chiara toerist Robert Vakkers niet alleen volkomen onnodig in een rolstoel heeft geschoten, maar ook nog eens karaktermoord op hem wil plegen door hem te bestempelen als een overvaller. Ervan uitgaande dat justitie een Italiaanse politieman eerder gelooft dan een buitenlandse toerist. Buiten Carabiniere de Chiara is er maar één man die kan vertellen wat er die nacht op dit terras is gebeurd. En dat is natuurlijk Robert Vakkers zelf. Dit is Robert nu. Hij is op verzoek van Peter naar Italië afgereisd, samen met zijn vriendin Esther. Voor een reconstructie van Roberts verhaal gaan we de dag na onze ontmoeting in Rimini terug naar de plek waar het drama zich in de nacht van 24 op 25 juli 2000 heeft voltrokken. Nou, daar is dus het bord van de discotheek, Blow Up. Herken je daar iets van? Zeg je dat nog iets? Nou, het was donker toen wij gingen. Dus, toen we langs reden al het idee van, oké, is dit het nou? Want,
zijn taxi uitgegooid met heel zijn eigen kop. Nou, het is aan de achterkant gebeurd. Zullen we daar naartoe gaan? Ja. Vind je het spannend om hier terug te zijn? Ja, ik vind het wel heel erg raar. Het moest een keer gebeuren, maar ja, op het moment dat je het doet, is het toch wel even... Ik denk van, nou... Want dit is de eerste keer nu dat je hier terug bent. Ja. Het verhaal dat Robert Peter vertelt en dat hij ook aan zijn ondervragers uit de doeken doet als hij in 2000 nog zwaar gewond op de intensive care ligt, heeft niks met inbraak, roof of bedreiging te maken. Fakkers gaat om een uur of twee 's nachts in discotheek de Blow-up, waar hij met zijn vrienden aan het stappen is, naar het toilet. Omdat het heel druk is in de disco en Robert de wc zo snel niet kan vinden, besluit hij door een openstaande nooduitgang naar buiten te glippen om daar zijn blaas te legen. Op weg terug naar de discotheek ontdekt Robert dat de deur aan de achterkant is dichtgedaan. Hij moet dus een andere ingang zien te vinden die zich aan de voorkant bevindt, en dat is niet makkelijk in het donkere hofje. En vervolgens wilde je toen terug en toen dacht je van, hey, dat kan niet. Nee. Die deur is dicht. En wat was toen je gedachte? Had je het idee van, ik moet weer aan de voorkant zien te komen? Nou ja, of? gewoon de eerste beste mogelijkheid om eigenlijk naar binnen te gaan. En ik denk, ja, als de deur niet open is, dan moet je een andere richting zoeken. Ik bedoel... Het is hier wel een beetje een doolhof. Ja, absoluut. Ja, nee, ik denk, als je de eerste keer komt, zie je alleen maar hekjes. En overal nog meer hekken. Dus... Weet je nog wat je toen hebt gedaan? Kun je dat herkennen? Nou, ik denk dat in eerste instantie dat ik die kant ben opgelopen. Wat heb je toen gedaan? Ja, ik ben voor mijn gevoel ben, heb ik me ergens gewoon omgedraaid en een andere richting gekozen. Maar, weet je, daar houdt het wat mij betreft een heel klein beetje op. Zou het kunnen dat je hier over dit hekje ben geklommen. Hè? Het is nu natuurlijk allemaal wat veranderd. Die boom is groter geworden. En dat je gedacht hebt van, nou, als ik zo daar schuin tegen oploop, kom ik vast weer aan de voorkant terecht. Het zou best kunnen. Dus, ik heb een foto gezien, toen leek het steilig. Het is niet zo heel erg stijl. En bovendien, ja, die week ervoor we hebben alleen maar in de berg gelopen. Dus dan, echt dat je denkt van, het is onoverkombaar. Dan is dat een hellinkje waar je zo tegenop loopt. Ja, absoluut. Want je moest naar de andere kant. Ja, ja, als je het niet overdag bekijkt, dan denk je, oké, het is logisch om er zo omheen te lopen. Maar ik kan ook niet de nachtsituatie voor de geest halen dat je het gewoon goed ziet. Roberts geheugen laat hem dus 8 jaar na dato in de steek vanaf het moment dat hij heeft geplast en op zoek ging naar een andere discotheekingang. De exacte toedracht is dus niet meer precies te reconstrueren. Maar uit de dossierstukken, op basis van Roberts verklaringen die hij vlak na de schietpartij aflegde, en uit onze bevindingen ter plekke, ontstaat toch een beeld van wat er die nacht is gebeurd, nadat Robert de discotheek heeft verlaten. Dit is de nooduitgang van de discotheek waar Robert die nacht met zijn vrienden was. Hier is hij uitgekomen omdat hij hoge nood had en een plas moest doen. Vervolgens is de deur achter hem dichtgevallen en kon hij niet meer naar binnen. Hij stond hier op dit pleintje, wat in feite een doolhof is. Het was die nacht pikken donker, zo blijkt uit het dossier. Je kon eigenlijk hier geen hand voor ogen zien. Hij heeft hier rondgelopen en zag toen dat je eigenlijk niet meer goed bij de voorkant kon komen. Maar daar moest hij wel zijn. Wat hij toen waarschijnlijk heeft gedaan, is dat hij hier naar binnen is gelopen. Dit is overigens allemaal niet meer exact zoals het 8 jaar geleden was. Die boom is veel groter, dit hek is bijgeplaatst. Maar dit hekje stond er wel. En zeer waarschijnlijk is hij, was een jonge, krachtige vent die ook nog kort daarvoor in de berg had geklommen, hier over dat hekje gegaan. Zo. En toen dacht hij, als ik nu zo hier naar boven loop, dan kom ik weer aan de voorkant van de discotheek uit. Ik volg even dat pad. Nou, je loopt hier zo makkelijk naar boven. Geen probleem. En dan kom je hier op het dak van de discotheek. En inderdaad, als je hier doorloopt, dan zie je hier weer de ingang. Dus hij zat goed. En waarschijnlijk heeft hij toen
gekeken waar kan ik nou het beste er overheen om weer naar binnen te kunnen. Vermoedelijk is dat op deze manier gegaan. Hup. Hij kwam toen natuurlijk op het balkon van de man die hier woont. De politieman De Chiara. Nou, en toen stond Robert dus hier op dit dakterras aan de voorkant van de discotheek. En zag hij in het schijnsel van deze glazen deuren de man en de vrouw die hier woonden. De politieman De Chiara. En om meteen aan te tonen dat hij helemaal geen kwaad in de zin had en gewoon een discotheekbezoeker was, liep hij op hen toe om ze het stempeltje op zijn hand van de discotheek te laten zien. Zo van, er is niks aan de hand. Maar op dat moment klonk er al een schot en viel Robert hier neer. En is dat het begin van het drama dat voorlopig nog geen eind kent. De versie van Robert Vakkers schetst dus een heel ander beeld. Dat van een doodnormale toerist die ergens een plas doet en daarna pardoes wordt neergeschoten. Notabene door een regisseur die kennelijk al snel inziet dat hij fout zit en er alles aan doet om de invalide geraakte jongen de schuld in de schoenen te schuiven. Heb je er nou enige herinnering aan? Dat je, heb je bijvoorbeeld het moment van het schot op je netvlies? Nee, ik heb ook gewoon het hele schot niet gehoord. Ook geen schot gevoeld. Ja, je voelt geen beetje in elkaar zakt. En dan houden mij echt alle herinneringen op. Dat weet je nog. Ja. Van, je werd geraakt in een moment. Ja, ik had nog zelfs het idee van, joh, dat is een grapje. Gewoon iemand, je had een geitje met je hart. Waardoor je of gewoon een tikkie krijgt dat je onderuit gaat. En heb je er nog beeld van dat je daar op dat balkon lag? En dat politiemensen om je heen stonden die zoiets zeiden van kom op, sta op? Nee, ik kan me gewoon tot het moment dat ik eigenlijk wakker werd in het ziekenhuis kan ik me eigenlijk helemaal niks herinneren. Ja, noodlot en toeval zijn die nacht wel bij elkaar gekomen. Ja, absoluut. Ja. Het is bijna onvoorstelbaar. Ja, het is gewoon niet te bevatten. En, als ik het gewoon, nu gewoon nog over nadenk, hoe en wat er nou precies is gezegd en gedaan, dan kan je het nog niet bevatten. Ik kan niets bij voorstellen dat iemand gewoon zo'n verhaal verzint om gewoon het simpele feit wat hij heeft gedaan te verdoezelen. Ja. En waarom denk je ermee weg te komen? Dan moet je toch wel echt alles zo in de hand houden. Ja, ik vind het echt gewoon stom en eigenlijk nog erger nog achterbaksen dan het is. Ja. Ja, want hij heeft jou niet alleen neergeschoten. Ja. Hij heeft ook geprobeerd een crimineel van je te maken. Nee, absoluut. En dat, ja, wat ik later had gehoord, als het aangenomen was, dan had ik hier nog 10 jaar kunnen zitten. Nee, dan kan ik er helemaal niets bij voorstellen. Na een week onderzoek is justitie ervan overtuigd dat de Chiara keihard heeft gelogen over wat er is gebeurd op het terras van zijn appartement. Sterker nog, de wetsdienaar is onder ede keer op keer in zijn leugens blijven volharden, zo meent justitie. Een doodzonde voor een politieman van wie verwacht mag worden dat hij de waarheid en niets dan de waarheid spreekt in een rechercheonderzoek. Wat is volgens haar de reden, het motief geweest dat De Chiara dit allemaal gedaan heeft? Io credo che abbia agito in un momento di forse anche lui di spavento, di difficoltà in cui si è trovato all'improvviso e ha per tutelarsi creato una situazione che poi invece è stata accertata essere falsa e quindi alla fine è stato a suo danno. Perché se lui sin dall'inizio avesse detto mi sono preso paura, ho pensato che avesse una pistola e ho sparato, il fatto era scriminato per la legge italiana. La cosa brutta è stata che lui invece ha messo questa pistola incolpando una persona innocente, che sapeva essere innocente, e modificando lo stato dei luoghi. Questa è la cosa molto grave che poi è stata fatta. Op 1 augustus 2000, een week na de schietpartij, wordt de wetsdienaar dan ook gearresteerd. Uit dit bevel tot gevangenneming, dat is uitgegeven door de rechtbank van Rimini, blijkt precies waarvan De Chiara wordt beschuldigd. Het gaat om deze wetsartikelen die staan voor het toebrengen van ernstig lichamelijk letsel, laster en valsheid in geschriften.
Het voorarrest van De Chiara leidt op het politiebureau in Rimini, hier achter mij, tot emotionele taferelen. De Chiara werkt hier al 6 jaar en is kennelijk populair bij zijn collega. Zij laten merken dat ze vierkant achter hem staan. Zij vinden de gevangenhouding een veel te strenge maatregel en melden zich massaal ziek. Een rel is geboren. Terwijl De Chiara vastzit, tot groot ongenoegen van zijn collega's dus, vindt in en rond zijn appartement volop technisch onderzoek plaats. Dat overigens bar weinig oplevert. Op het raam van het terras wordt een stofachtige substantie gevonden. Het kunnen kruidsporen zijn, maar dat is niet met zekerheid te zeggen. Het kan net zo goed om stofdeeltjes uit uitlaatgassen gaan. Het grondmateriaal op het terras wordt vergeleken met de aarde onder de schoenzolen van vakkers. Er zijn overeenkomsten, maar die zeggen niets over de route die Robert die nacht heeft afgelegd en hoe hij op het balkon van De Chiara terecht is gekomen. Het technisch onderzoek geeft dus geen enkel nieuw inzicht over wat er die nacht is gebeurd. Tot de ontsteltenis van Robert Vakkers en zijn vrienden wordt de man, die in hun ogen de aanstichter is van al het leed, na 4 dagen voorlopige hechtenis alweer vrijgelaten. Op 4 augustus 2000, als het technisch onderzoek zo goed als afgerond is, mag De Chiara het huis van bewaring alweer verlaten. Slechts een dag later is dit ziekenhuis in Bologna het decor van een bijzondere ontmoeting. Of misschien beter gezegd, een pijnlijke confrontatie. Want Robert Vakkers komt hier voor de eerste keer oog in oog te staan met de man die hem neerschoot. De ontmoeting is gearrangeerd door het Openbaar Ministerie van Rimini, dat de betrokkenen wederom wil horen in het kader van het onderzoek, maar nu dan in elkaars aanwezigheid. Het is behoorlijk druk in de ziekenhuiskamer. Officier van Justitie Bonetti, in gezelschap van een rechercheur, leidt het kruisverhoor. Er is een tolk en zowel Vakkers als De Chiara laten zich beide bijstaan door een advocaat. De mannen krijgen een video te zien van de plaats delict en de verklaringen die ze vervolgens afleggen over de nacht van de schietpartij worden genoteerd door een typiste die op haar laptop razendsnel meetikt. Voor Vakkers is de confrontatie met De Chiara een grote teleurstelling. Ja, dat is heel, heel vreemd. Ik moet me voorstellen dat ik gewoon echt op bed lag. Ik kon ook helemaal niets anders dan op bed liggen. Dus je wordt gewoon ondervraagd. Met een tolk, maar ja, op het moment dat je je al helemaal niet geweldig voelt en dan word je vraag gesteld en aan de andere kant hoor je dus ook een verhaal vertellen wat jou betreft niet klopt. Wat later ook wel uit is gekomen. Ja, je hebt een heel, heel, heel fout gevoel aan overgehouden. Kan je nog herinneren hoe hij zich gedroeg? Durfde hij jou bijvoorbeeld aan te kijken? Nee, dat heeft hij niet gedaan. Dat heeft hij eigenlijk, ik ben nog een keer later terug geweest en toen heeft hij me ook niet durven aankijken. Hij heeft zich ook nooit op een of andere wijze bekommerd om je, in de zin van dat hij eens vroeg van hoe gaat het nu met je, of wat vreselijk wat er is gebeurd? Nee, ik heb het idee gehad dat hij altijd met een enorme grote boog omheen is gegaan, ook als hij in de buurt was. Hij was eigenlijk bang voor de confrontatie met je? Voor mijn gevoel wel, ja. Eind september 2000 gaat De Chiara weer gewoon aan de slag. Dat hij wordt verdacht van laster, valsheid in geschriften en het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel, notabene met zijn dienstpistool, is blijkbaar geen enkel beletsel voor de carabinieri om de draad van zijn carrière weer op te pakken. Hij is gearresteerd, maar vervolgens na 4 dagen weer vrijgelaten en heeft ook zijn functie kunnen oppakken, of weer kunnen uitoefenen. In Nederland vinden wij dat onbegrijpelijk en voor Robert is dat onverteerbaar zelfs. La carcerazione preventiva è fatta per un motivo, cioè per evitare che venissero modificate le prove. Nel momento in cui io l'ho poi interrogato e abbiamo accertato questa situazione, per me non c'erano più delle esigenze da tutelare
per tenerlo in carcere. So che successivamente lui ha ripreso il suo lavoro perché ancora non c'era un processo e quindi fino a quando non c'è una condanna uno è innocente. Questo è un principio di civiltà, diciamo, che c'è dappertutto. E quindi lui è stato trasferito da Rimini a Cesenatico, un paese qui vicino, e continuava a fare il carabiniere, il suo lavoro. Terwijl de Chiara weer in functie is en de behandeling van zijn strafzaak afwacht, breken voor Robert Vakkers zware tijden aan. Na een verblijf van 2 weken in het Universitair Ziekenhuis van Bologna wordt hij overgebracht naar het Dijkzicht in Rotterdam. Er is een moment geweest dat een dokter of wie dat ook tegen je zei: meneer Vakkers, u zult nooit meer kunnen lopen. Nee, dat klopt. Kan je dat moment goed herinneren? Ja, ja, dat was in Dijkzicht. Dus in Italië hebben ze eigenlijk, misschien willen ze weten, ze niks om gezegd. Want ja, ze konden er toch niets aan veranderen. En Dijkzicht was gewoon iemand die eigenlijk ervan uitging dat ik het al wist. Dus je zei het gewoon een beetje tussen neus en lippen door. Dus dat was inderdaad een enorme klap. Ik bedoel, weet het, ja, op dat moment was ik nog echt in de veronderstelling van, nou, we kijken wel waar het uitkomt. En ik heb er alle vertrouwen in dat het wel weer gaat. En op dat moment was dat hele scenario was in 1 keer om zeep geholpen. En dat viel heel erg tegen. Na ontslag uit het Dijkzicht stort Robert zich op zijn verdere herstel in deze kliniek. De revalidatie is pittig. Vakkers moet alles opnieuw leren, zichzelf wassen, aankleden. Het is allemaal anders geworden nu hij in een rolstoel zit. Maar Vakkers is in goede conditie en al binnen 3 maanden kan hij de kliniek verlaten. Ja, alleen geestelijk heeft het echt veel en veel lang geduurd. Dat heeft zeker 5 jaar geduurd. Voordat ik gewoon weer kon denken van, nou, het gaat de goede kant op en ik kan weer mezelf zijn. Heb je diep in de put gezeten? Diep in de put, meer ontkend. Dus ontkend wat aan de hand was, ontkend wie je bent en wat je wil gaan doen. Dat is uiteindelijk is het gewoon het zwaarste gebleken. Toen jij Robert leerde kennen, toen was dit allemaal al gebeurd en zat hij in een rolstoel. Hoe was hij op dat moment? Gesloten, emotioneel vast. Maar ja, eigenlijk de persoon die hij nu ook is. Dus gewoon een hele warme, lieve, rustige jongen. Maar ook verbitterd over wat hem was overkomen? Verbitterd, daar is hij de persoon niet naar om verbitterd te raken. Het heeft meer te maken met het hele verwerkingsproces waarin hij toch wel vast kwam te zitten, emotioneel. Hij heeft wel moeilijke tijden ook gehad, ondanks dat hij zijn lot wel lijkt te aanvaarden. Ja, heel zwaar. Ja, absoluut. Robert heeft zijn leven weer op orde. Hij heeft een goede baan als systeembeheerder en sinds 3 jaar woont hij samen met zijn vriendin Esther. Maar er is ook frustratie, want de strafzaak tegen de man die hem neerschoot is nog altijd niet afgerond. Het verloop van de rechtsgang in deze zaak is een combinatie van heel veel pech en een traag Zuid-Europees rechtssysteem. En dat gegeven eist van Vakkers bijna net zoveel volharding en doorzettingsvermogen als tijdens zijn revalidatie. Bovendien krijgt hij geen enkele steun van de Nederlandse overheid. Pas op 20 februari 2003, 2,5 jaar na de schietpartij, begint het proces tegen de Chiara, dat meteen wordt uitgesteld omdat een van zijn advocaten net onverwachts in zeer slechte toestand in het ziekenhuis is opgenomen. De rechtszaak is een gevoelige testcase voor de Italiaanse justitie. Een corrupte politieman die terecht staat voor het neerschieten van een onschuldige toerist. En pas 1,5 jaar later, op 6 juli 2004, gaat de zaak weer verder. Maar als blijkt dat de procespartijen tientallen getuigen willen horen, wordt de boel verschoven naar 30 september van dat jaar. Maar ook zover komt het niet. Want in augustus krijgt officier van justitie Bonetti een ernstig ongeluk. Ze ligt maanden in coma
en het proces wordt opnieuw verdacht. In december 2004 grijpt de rechtbank in. Het is duidelijk dat Bonetti niet snel zal herstellen. Er wordt een nieuwe officier op de zaak gezet en de rechters beginnen tijdens diverse zittingen aan het horen van de vele getuigen die op de lijst staan. Robert Fackers ontvangt op 10 mei 2005 deze Engelstalige brief van zijn Italiaanse advocaat die het verloop van de strafzaak voor hem in de gaten houdt. De advocaat schrijft dat uit getuigenverklaringen naar voren is gekomen dat de Chiara vlak na de schietpartij diverse gesprekken met de uitsmijter van de blow-up heeft gevoerd. Wat de twee precies hebben besproken wordt niet duidelijk, maar de indruk bestaat dat de Chiara iets in zijn schild voerde en bezig was bewijsmateriaal te manipuleren. Aldus de advocaat in zijn brief aan Robert. Hij schrijft tevens dat uit het dossier verder blijkt dat er ook regisseurs zijn die hebben verklaard dat ze die nacht op het terras meteen al twijfels hadden bij het verhaal van de Chiara. Sterker nog, ze hadden zelfs de indruk dat het zaakje stonk. Goed nieuws dus voor Fackers. Het lijkt erop dat het net rondom de man die hem neerschoot zich bewijstechnisch gezien steeds verder sluit. Op 8 juli 2005 reist Robert Fackers naar Rimini. Het is dan zijn beurt om hier voor de rechtbank een getuigenverklaring af te leggen. Het is een moment waar hij naar uitgekeken heeft. Maar zijn hoop dat het recht eindelijk zijn loop zal krijgen, wordt ook nu weer de grond ingeboord. De advocaat van politieman De Chiara eist namelijk eerst dat de drie vrienden van Robert nog een keertje worden gehoord. De drie vrienden met wie hij hier op vakantie was. En dat gaat natuurlijk weer heel veel extra tijd kosten. Het schietincident is nu 5 jaar geleden. En het ziet ernaar uit dat het drama juridisch gezien voorlopig nog lang niet afgerond is. De rechter bepaalt dat de getuigenverhoren van Ruud, Remy en Rick, de drie vrienden van Robert, op politiebureaus in Nederland mogen worden afgenomen. Het is de bedoeling dat de processen verbaal van de verhoren linea recta naar Italië gaan. Maar wat er dan gebeurt kan het beste omschreven worden als een gekmakend staaltje bureaucratie. Want het duurt maar liefst 2 jaar voordat de stukken in het Italiaanse dossier belanden. Fackers ervaart de trage afwikkeling van de strafzaak als een mentale lijdensweg en hij twijfelt menigmaal of het recht ooit zijn loop zal krijgen. Wil men in Italië de Chiara wel echt voor de rechter brengen? Of overheerst toch de schaamte en ziet men de zaak liever in de doofpot verdwijnen? Pas op 4 mei 2007, bijna 7 jaar na de schietpartij op het terras in Rimini, formuleert de weerherstelde aanklaagster Bonetti haar strafeis tegen Massimo de Chiara. 13 jaar gevangenisstraf wegens laster, valsheid in geschriften en het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel. De advocaat van de Chiara vraagt de rechtbank zijn cliënt vrij te spreken. Hij blijft erbij dat de regisseur uit noodweer heeft gehandeld en dat hem niets te verwijten valt. Ook Fackers heeft zich via zijn Italiaanse advocaat als partij in het proces gemeld. Hij eist een schadevergoeding van 2 miljoen euro voor de morele en materiële schade die hij heeft opgelopen naar aanleiding van de schietpartij. Fackers is al jaren in de weer om de Chiara financieel aansprakelijk te stellen, maar die missie is tot dan toe weinig succesvol gebleken. De Chiara heeft niet echt geld of bezittingen waarop beslag gelegd kan worden. Evenmin heeft hij een verzekering waarop aanspraak gemaakt kan worden. Zijn werkgever, het Italiaanse ministerie van Binnenlandse Zaken, stelt zich buitengewoon formeel op. De Chiara heeft weliswaar met zijn dienstpistool geschoten, maar hij deed dat thuis, in zijn vrije tijd. En dus acht men zich niet verantwoordelijk. Alsof je niet 24 uur per dag politieman bent.
Er is tijdens het proces weliswaar een behoorlijke bewijslast op tafel gelegd en er ligt een pittige eis van 13 jaar cel. Maar het laatste woord is nu aan de rechtbank in Rimini. Die moet zich dus niet alleen buigen over de vraag of de Chiara naar de gevangenis moet, maar moet tevens beslissen of Robert een schadevergoeding krijgt. Op 29 juni 2007, 7 jaar na de schietpartij, komt het verlossende woord. Met dit vonnis maakt de rechtbank in Rimini na al die jaren eindelijk een voorlopig einde aan de strafzaak tegen Massimo de Chiara. En de uitspraak liegt er niet om. De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat de Chiara de roofoverval door Fakkers in scène heeft gezet. De getuigenverklaringen van Robert Fakkers worden als volkomen geloofwaardig bestempeld. Onder meer omdat hij geen enkele poging doet om de Chiara te belasten op punten waar hij dat wel had kunnen doen. Illustratief hiervoor is volgens de rechtbank de bewering van de Chiara dat hij Robert heeft gewaarschuwd met de uitroep: "Halt, Carabinieri." Robert sluit niet uit dat de regisseur dit inderdaad heeft geroepen, maar dat hij de waarschuwing door het lawaai van de disco niet heeft gehoord. En die bewering van Fakkers is natuurlijk in het voordeel van de Carabinieri. De rechtbank maakt tevens melding van het feit dat Fakkers over voor hem potentieel nadelige omstandigheden steeds nauwkeurig verklaart. Zoals het gegeven dat hij in het verhoor van de officier van justitie van 3 augustus 2000 heeft toegevoegd dat hij ook 2 Bacardi Cola gedronken had en zich dit in het eerste verhoor niet had herinnerd. Dit houdt in hoge mate verband met zowel zijn positieve karaktereigenschappen en het respect voor de regels als een wezenlijke behoefte de waarheid van de tragedie naar boven te brengen. En die tragedie heeft zich volgens de rechtbank als volgt ontvouwd. Fakkers klimt over het hek bij het appartementencomplex op zoek naar een weg terug naar de discotheek. Als hij via de schuine helling vlak bij het terras van de Chiara is aangekomen, wordt hij opgemerkt door de Chiara die samen met zijn vriendin bij de glazen deur staat op het donkere dakterras. Fakkers, die denkt dat hij goed zit omdat vlak onder hem de lichten van de discotheek te zien zijn, klimt over het hek van het terras. De carabinieri stuurt zijn vriendin naar de badkamer en pakt zijn dienstwapen dat binnen handbereik ligt. Niet in de slaapkamer, zoals de Chiara had gezegd, maar in de woonkamer, meent de rechtbank. Vervolgens observeert hij Fakkers en houdt de terrasverlichting expres uit. Robert komt steeds dichterbij en de Chiara maant hem te stoppen. Maar Fakkers, die inmiddels doorheeft dat hij niet op de goede weg is, begrijpt die waarschuwing niet en wil duidelijk maken dat hij geen verkeerde bedoelingen heeft door de stempel van de discotheek te laten zien. De Chiara laat zijn wapen door en haalt de trekker over. De rechtbank gaat ervan uit dat de Chiara zich meteen na de schietpartij realiseert dat hij een ernstige dubbele fout heeft gemaakt. Hij heeft de situatie niet alleen compleet verkeerd ingeschat, hij heeft ook behoorlijk overdreven gereageerd. Nadat hij zijn vriendin uit de badkamer roept en 112 waarschuwt, bedenkt de Chiara een verdedigingsstrategie, die van de gewapende overval de Fakkers, om zijn vege lijf en zijn carrière te redden, en plant het oude alarmpistool in de plantenbak. Hierover zegt de rechtbank: de latere melding van de Chiara over de vondst van het pistool is derhalve een ernstige poging tot besmetting van het bewijsmateriaal, met het doel de indruk te versterken dat hij uit noodweer heeft gehandeld, en zulks ten koste van het feit dat de andere partij van gewapende roofoverval zou worden beschuldigd. De rechtbank rekent de Chiara ook zwaar aan dat hij al 10 jaar in dienst is van het korps der Carabinieri en getraind is in het gebruik van vuurwapens in moeilijke situaties. Het zou dus veel passender zijn geweest als hij een waarschuwingsschot in de lucht had gelost, of een schot in de vloer, of Fakkers in zijn benen zou hebben geschoten.
In het vonnis wordt tevens specifiek melding gemaakt van de gewetenloosheid waarmee de Kiara tot op de dag van vandaag is blijven liegen over de ware toedracht. Ook voor de schending van het vertrouwen van zijn collega's, die als eerste ter plaatse waren, heeft de rechtbank geen goed woord over. De rechter gaat uit van schuld door een onvergeeflijke fout van overhaast handelen. Dit levert in Italië een strafmaximum op van 2 jaar... en dat krijgt de Kiara dan ook opgelegd. Voor de laster, de karaktermoord op Robert door te manipuleren met het bewijsmateriaal, krijgt hij vanwege de ernst van de zaak 5 jaar celstraf opgelegd. En dat is zelfs 1 jaar meer dan gebruikelijk is. Daarmee komt de totale gevangenisstraf van de Kiara uit op de duur van 7 jaar. De schadevergoeding die de advocaat van Fakkers had geëist moet verhaald worden in een andere procedure bij de burgerlijke rechter. Maar gelet op de lange tijd die sinds de gebeurtenis verstreken is, gelast de rechtbank de Kiara tot de onmiddellijke betaling van een voorschot van 120.000 euro aan Fakkers en zijn ouders. Nou, het is voor mij belangrijker dat hij de Kiara gewoon gaat betalen. En puur om dat hij ook voelt wat hij heeft gedaan. Hij heeft volkomen verkeerd gehandeld. Dat heb ik niet gedaan. Dus ik vind ook dat hij moet bloeden voor wat hij heeft gedaan. En ja, hoe hij dat doet maakt mij niet uit. Maar ik vind gewoon dat hij moet betalen en snel. En dat geld kan op zich jouw leed niet echt verzachten. Maar het is wel een stukje erkenning daarvan. Nou ja, absoluut. Ik bedoel, ik ben niet zielig en ik kan gewoon op een leuke manier mijn geld verdienen. Alleen ja, ik zal altijd tegen extra dingen aan blijven lopen die het gewoon mij minder makkelijk maken om leuk te leven dan een ieder ander. En daar vind ik wel een stukje erkenning verdiend. De veroordeling van Massimo de Chiara zal ongetwijfeld de nodige stof hebben doen opwaaien op het politiebureau in Rimini, waar hij 6 jaar werkzaam is geweest. Want een collega die een plaatsdelict manipuleert en het gehandicapt geraakte slachtoffer probeert te incrimineren, dat zal ook voor zijn collega's geen dagelijkse kost zijn geweest. We brengen daarom een onaangekondigd bezoekje aan de oude werkplek van de veroordeelde rechercheur om iemand over de zaak te spreken te krijgen. De carabiniere die ons helpt legt contact met het hoofdbureau dat elders in Rimini is gevestigd. Blijkbaar zijn we hier aan het verkeerde adres. Good afternoon, my name is Peter de Vries. And I'm a Dutch crime reporter. And we are doing a documentary about a Dutch boy who was shot in the year 2000 here in Rimini. You know the case? Yeah. And I was wondering whether we could talk to somebody from the police about this. I can wel de zaak. Maar van de een naar de ander door verbonden. En die zeggen allemaal meteen, ook verbind u door met mijn collega. Hallo? Okay, that's okay. And whom do I have to ask for? Okay. Thank you. All right. Bye. Nou, we moeten naar het hoofdkantoor als we iemand willen spreken. Ook op het hoofdkantoor moeten we weer lang wachten. En ons verzoek om iemand over de zaak te spreken te krijgen aan 2 verschillende carabinieri voorleggen. Uiteindelijk krijgen we 0 op het request. We worden doorverwezen naar het hoofdkantoor van de Carabinieri in Rome. So, anyway, you have to talk with Rolf. You need another authorization. Now why Rome? It happens here. Yes, I know, but we depend from Rome. The headquarters is in Rome. Is that normal for a criminal case? In this case, it's normal. Because it happened 7 years ago. No, 8 years ago. 2007. 8 years, yes. 8 years, that's why. But and there's still a process going on. It's not finished. Mm-hmm. So there's nobody here to talk about it and can explain what happened. They can, but they must be allowed. And why are they not allowed? Is that because an officer is involved or what? We depend from Rome. Our officer is not allowed to give information. Nou, je wordt dus een beetje van het kastje naar de muur gestuurd. Eerst word je van de dépendance naar het hoofdkantoor hier gestuurd.
En op het hoofdkantoor zeggen ze weer, je moet in Rome zijn, want wij mogen helemaal niks zeggen. Ze beweren dat dat niet met de gevoeligheid van de zaak te maken heeft. Maar dat lijkt mij eerlijk gezegd een sterk verhaal. De Carabinieri en Rimini willen dus niet reageren op de veroordeling van een ex-collega. Ook onze pogingen om hem zelf te spreken te krijgen lopen op niks uit. Zijn appartement in Rimini staat leeg en zijn huidige verblijfplaats is onbekend. Advocaat Giuseppe Nasso uit Rome is de raadsman van de Chiara. Nasso is wat je noemt een hotshot in Italië, die al in veel grote, publiciteitsgevoelige zaken heeft opgetreden. Nasso wil niet bemiddelen in ons verzoek om de Chiara te spreken te krijgen. Maar hij is wel bereid om Peter en onze tolk te treffen in de buurt van Rimini. Kan hij iets zeggen over hoe het met zijn cliënt gaat? Bene. Sia dal punto di vista squisitamente morale. Perché un'esperienza del genere comunque lascia il segno nell'animo di una persona. E non bene dal punto di vista materiale perché questa vicenda lo ha indotto a lasciare l'arma dei carabinieri e adesso ha anche delle difficoltà di lavoro. Uit het vernietigende oordeel van de rechtbank over het optreden van zijn cliënt kan volgens Nasso nog geen conclusies worden getrokken, want de race is 8 jaar na dato juridisch gezien nog niet gelopen. Er komt namelijk nog een hoger beroep aan. Ik heb eigenlijk zelden een vonnis gezien waarin zo spijkerhard werd geoordeeld over de beschuldigde. Allo stato abbiamo una sentenza di primo grado che però è stata appellata e quindi giudizi sulla sentenza li potremo dare soltanto alla fine di questo iter procedimentale. De grote vraag is natuurlijk, blijft Massimo de Chiara ook in hoger beroep achter zijn versie van de schietpartij staan? Blijft zijn cliënt volhouden dat Robert Fakkers hem wilde overvallen en dat hij een wapen in zijn hand had? Het wapen wat gevonden is op het terras. Il mio cliente ha affermato che preso atto della presenza di uno estraneo, di un intruso nella sua abitazione, perché quel terrazzo è già la sua abitazione, alle 2 di notte, ripeto, alle 2 di notte, è stato equivocato come un malintenzionato inteso a rapinare, a commettere comunque un'azione aggressiva. Ja, en met een wapen. E con una pistola. Questa presa, questa rimane la versione del, cioè che la pistola non è certamente di De Chiara. La versione del maresciallo De Chiara è che quella pistola in quella fioriera non l'ha messa lui. En dat is op zijn minst opmerkelijk, want er zijn talloze omstandigheden die erop wijzen dat het alarmpistool wel degelijk door De Chiara op de plaats delict is neergelegd. Zo is het zeer verdacht, en dat zegt ook de rechtbank in haar vonnis, dat de Chiara pas melding maakte van het feit dat Robert gewapend was toen hij al was afgevoerd naar het ziekenhuis. Maar daar heeft Nasso een verklaring voor. Ed è comprensibile perché questo sia avvenuto, perché nel primo momento De Chiara si è preoccupato delle condizioni di salute di Wackers. È lui che ha chiamato il 118, è lui che ha chiamato il 112, cioè i carabinieri. Toch blijft het raar dat je daar niks over zegt als de collega's ter plekke komen. Dat je bedreigd bent en dat hij gewapend was. Risulta, proprio per il riferimento dei suoi colleghi, che De Chiara era in stato di shock. E De Chiara nell'interrogatorio al GIP ha detto era la prima volta in vita mia che sparava una persona. Maar waarom heeft de Chiara meteen gericht op Fakkers geschoten en niet eerst in de lucht of op Roberts benen? Iets wat ook de rechtbank hem zwaar aanrekent. Ha sparato nel momento in cui ha pensato di essere egli oggetto di un'aggressione con un'arma, perché ha riferito di aver invitato questa persona a fermarsi e invece questa persona continuava ad avanzare verso di lui tenendo un braccio proteso in avanti. Als hij de tijd had om een paar keer te roepen, had hij ook de tijd om een waarschuwingsschot te lossen.
Ma secondo voi se avesse sparato un primo colpo per aria sarebbe cambiato qualche cosa? Cioè il problema è, ma veramente si vuol pensare che De Chiara avesse avuto un motivo, che sia uno, per sparare nei confronti di Wackers? Wackers per lui è un illustre sconosciuto, non lo ha mai visto prima, non ha nessun rapporto con lui. È Wackers che si trova nella casa di De Chiara, non è De Chiara che va a cercare Wackers. Nee, precies, er was geen enkele reden en toch heeft hij het gedaan. Hij heeft tegen alle instructies van een politieman ingehandeld. Daar hoef je geen Sherlock Holmes voor te zijn om dat vast te stellen. Ha sparato perché in quel momento ha ritenuto che fosse l'unico modo per fronteggiare un pericolo. Is hij het met mij eens dat als zijn cliënt liegt, zoals de rechtbank denkt dat hij heeft gedaan, dat dat voor een politieman, maar eigenlijk voor een mens, het laagste is wat je kan doen in zo'n situatie? Ah, certamente. Se risultasse alla fine provato che per giustificare il comportamento precedente De Chiara avesse messo in scena la presunta aggressione da parte di Wackers ponendo vicino alla fioriera la pistola, sarebbe certamente un comportamento censurabile, ma noi contestiamo, quindi stiamo parlando di ipotesi, noi contestiamo che le cose siano andate così e siamo convinti di poterlo alla fine dimostrare. Ondanks het vernietigende vonnis van de rechtbank heeft Nassau dus alle vertrouwen in een goede afloop van de Chiara in hoger beroep. Dat begin februari volgend jaar voor het gerechtshof in Bologna van start zou gaan. Je wilt gewoon een keer afsluiten. En ja, zolang alles nog loopt en nog mogelijkheid is dat er iets in verandert, ten positieve ten nadele, ja, dat maakt gewoon dat je er nog steeds mee bezig bent. En wat ik gewoon zou willen, en ja, wat wij vinden dat ik recht op heb, is gewoon dat het een keer klaar is. Dat je kan zeggen, oké, dit is gebeurd, daar is dat en dat uitgekomen, streep eronder en we gaan nu verder. Ja, en zolang het niet is, speelt het gewoon dagelijks nog mee in je leven. En ja, dat vreet aan je. Los van de trage afwikkeling van de strafzaak is ook de afhandeling van de schadevergoeding een doorn in het oog voor Robert en Esther. Want ondanks het vonnis van de rechtbank, waarin staat dat de Chiara per direct een voorschot van 120.000 euro aan schadevergoeding moet betalen, is hij tot op de dag van vandaag met nog geen cent over de brug gekomen. Een hard gelag voor het stel dat jaarlijks hoge kosten moet maken door de handicap van Robert. Wackers heeft inmiddels hemel en aarde bewogen om het voorschot te krijgen, maar tevergeefs. Ik heb brieven geschreven naar het ministerie van Justitie en Buitenlandse Zaken. Justitie heb ik niet eens antwoord gekregen. Van Buitenlandse Zaken krijg je dan iets van, ja, nou, je kan je tot dan instantie kan je wenden en kijken of daar wat uitkomt, maar wij kunnen niks voor je doen. Ook de Italiaanse advocaat die Robert vanaf 2000 heeft bijgestaan, kan niet meer worden ingezet, want kort geleden heeft de rechtsbijstandsverzekering, die de advocaat betaalde, via deze brief laten weten de stekker eruit te trekken. Het polis maximum is overschreden en er kunnen geen verdere kosten meer in rekening worden gebracht. Ja, ik vind dat heel erg raar, want ik ben toch ook een Nederlands staatsburger en mij is wat aangedaan in het buitenland. En ik krijg het gewoon zelf niet voor elkaar, ik heb gewoon hulp nodig. Van iemand, en dan hoop ik gewoon dat de Nederlandse staat daar ook al wat bij doet. En ja, ik vind het gewoon onverteerbaar dat alle andere criminelen die in het buitenland terecht vastzitten, dat die met de meeste moeite naar Nederland worden gehaald. Dat is toch heel erg raar. Dat is misschien de omgekeerde wereld zelfs. Ja, dat is zeker de omgekeerde wereld. En alle reden om daarover door te praten met het VVD-Kamerlid voor Justitiezaken, Fred Teven, die hier bij ons in de studio is. Dag meneer Teven. Ja. U bent zelf officier van justitie geweest. Heeft u het ooit zo zout meegemaakt in uw carrière? Een politieman die een plaatsdelict manipuleert, een vuurwapen neerlegt? Nou, ik heb wel eens te maken gehad met Rijksrecherche-onderzoeken waar het ging om vuurwapengebruik door de politie in bepaalde situaties. Ook wel eens gevallen gehad waar dan mogelijk sprake was, vaak ook sprake was van noodweer of noodweerexces, zelfverdediging. Mm-hmm. Maar ik heb nog nooit meegemaakt dat een politieman zelf een vuurwapen verstopt om dat dan te verbergen en dan later te zeggen, ja, hier ben ik bedreigd.
een hele erge vorm van corruptie, hè? Van... Nou, het is corruptie, het is alles wat, je, wat maar in strijd kan zijn... met wat, wat de, hoe de politie moet handelen en hoe, hoe je als politieman integer moet zijn. Ja. We zijn inmiddels 8 jaar verder en de zaak is nog steeds niet afgedaan. En Robert heeft in die periode naar het ministerie van Buitenlandse Zaken geschreven... naar justitie. En dan, van justitie krijgt hij geen eens antwoord op zo'n brief. Dat kan toch eigenlijk niet? Nee, dat kan al helemaal niet, omdat wij nog niet zo lang geleden... met de minister van Justitie en de minister van Buitenlandse Zaken hebben gesproken... over hoe Nederland nou eigenlijk om moet gaan met Nederlandse slachtoffers in het buitenland. Mm-hmm. En de beide ministers hebben ons verzekerd dat dit de grootste aandacht heeft. Er zijn ook andere zaken. Er is een zaak van een man die is doodgeschoten in Thailand. Familie hier kreeg eerst ook geen hulp. Jules Oudekerke, inderdaad, die zaak. Nou, dus de minister die trekt zich, van Buitenlandse Zaken die trekt zich dat ook echt aan... en die heeft ook gezegd, het heeft onze hoogste prioriteit. Dus het is echt onbestaanbaar dat je zo'n zaak, dat je die 8 jaar al ligt. Maar is dat dan toch niet weer het pijnlijke verschil... tussen de theorie van Den Haag en de praktijk van alle dag? Want ja, de minister kan wel zoveel roepen... maar als er geen eens antwoord op een brief gegeven wordt... dan, ja, dan sneuvelen alle mooie voornemens. Daarom is deze uitzending ook buitengewoon, buitengewoon goed. Want dan kun je weer eens eventjes zien... met de neus op de feiten worden gedrukt... dat mensen toch in de steek worden gelaten door de Nederlandse overheid. Ja, want het wrange is natuurlijk wel... en daar wees Robert ook al op... dat als er een drugsdealer ergens wordt vastgezet... Hè, denk aan bijvoorbeeld een Magiel Kuyt in Thailand ook... dan loopt de politiek zich vaak het vuur uit de sloffen. Dan moet de minister van Buitenlandse Zaken er naartoe. Dan mag de koningin niet op staatsbezoek, worden kamervragen gesteld... Ja. Kunt u zich voorstellen dat Robert Vakkers zegt... ja, maar dat is de omgekeerde wereld? Nou ja, nogmaals, de politiek, daar weet ik niet wie dat zijn... maar wij zetten ons in ieder geval in voor de slachtoffers van criminaliteit. Wij hebben diverse keren erop aangedrongen... dat de Nederlandse overheid zich niet het vuur uit de sloffen moet rennen... voor allerlei drugscriminelen die... hetzij worden verdacht van drugsdelicten, hetzij al veroordeeld zijn in het buitenland. Maar juist ook aandacht moet besteden aan mensen die slachtoffer worden... van ernstige geweldsmisdrijven of van zedendelicten in het buitenland. Juist daar zou... de Nederlandse overheid zich druk voor moeten maken. En dan moeten ze die jongen ook bijspringen met raad en daad. En eventueel ook met financiële middelen. Want het kan niet zo zijn dat je leven voor een gedeelte wordt verwoest... zoals in het geval van Vakkers, terwijl de Nederlandse overheid niet thuisgeeft. Ja, want op dit moment is er geen cent schadevergoeding uitbetaald... terwijl er wel een uitspraak daarvoor ligt. De Italiaanse advocaat heeft afgehaakt. Het hoge beroep laat op zich wachten. En er dreigt zelfs verjaring... Een en al onzekerheid voor Robert Vakkers. Je zou eigenlijk kunnen zeggen... het enige wat voor hem zeker is na die 8 jaar... is dat hij voor de rest van zijn leven in een rolstoel zit. Wat moet er nu gebeuren? En wat kunt u concreet doen? Nou, wat wij zullen gaan doen als VVD... is concreet vragen stellen naar aanleiding van uw programma vanavond... over hoe gaan we verder? Wat gaat de minister van Justitie doen in deze zaak? Ziet de minister van Buitenlandse Zaken reden om Vakkers bij te springen? De man is eigenlijk een beetje aan zijn lot overgelaten. Het is echt onbevredigend, want er wordt wel heel veel geld gepompt in drugshandelaren. Nou, die antwoorden moeten we eventjes afwachten, maar we zullen deze zaak blijven volgen. En ik zal u ook informeren over de antwoorden op die Kamervragen die we krijgen. En dan kunnen we zien wat de Nederlandse overheid werkelijk voor Vakkers gaat doen. Want ik kan me wel voorstellen, als je 8 jaar alles alleen hebt moeten uitzoeken... en je wordt zo in de steek gelaten, ja, dat kan niet de bedoeling zijn. Dus u houdt de vinger aan de pols? We houden de vinger aan de pols. En Vakkers heeft heel veel alleen moeten doen. Die heeft gelukkig zijn leven weer kunnen opbouwen. Hij is niet verbitterd. Maar hij moet nou zo langzamerhand wel een steuntje terugkrijgen van de Nederlandse overheid. Nou, daar hou ik u graag aan. Dan mag u mij aanhouden. Dank u wel voor uw komst naar de studio. Graag gedaan. Ja, en hiermee zijn we weer aan het einde gekomen van onze aflevering van vanavond. Over de good guy en de bad cop. En volgende week zijn we weer met een nieuw dossier. En dan gaat het over bad guys en good cops. Dus zorg dat u klaar zit en inderdaad. Met alles wat je doet. Hou je hoofd koel, jouw en dat doet je goed. Hou je hoofd koel, ook al heb je stress. Sluit je op in jezelf en fuck de rest. Hou je hoofd koel, met alles wat je doet. Hou je hoofd koel, jouw en dat doet je goed. Hou je hoofd koel, ook al heb je stress. Sluit je op in jezelf en fuck de rest.